Yo, Mieke man! Yo, Wilco, Makke man! Hey, het is tijd weer voor die nieuwe aflevering van de PlanetCraft Quiz Show. Ja, het heeft even geduurd, maar we zijn er weer. Ja, we moesten natuurlijk wel de geschikte kandidaten vinden voor deze quiz. Ja, dus... Het kan niet zo om iedereen zijn. Nee, we hebben echt twee toppers uitgekozen. Nou, de mensen weten al waar het is in ieder geval. Zeg maar een mooie leuk vulkaan. Ze weten het idee, dat zullen we straks uitleggen. Maar ik denk dat we eerst even lekker de kandidaten uitleggen. Ja, gaan we niet eerst vertellen waar de vragen überhaupt over gaan? Nee, dat moeten we tegen die makkers vertellen. Die moeten weten waar het over gaat. Okay. Dus ik wil eigenlijk de eerste speler straks naar beneden roepen. Dat is niet te vergeten iemand die van het almachtige team FIFA komt. Is vaak te zien in onze streams. Die is vaak erbij in de video's. Zegt hij ook wel even hallo soms. Maar ik ga hem eigenlijk naar beneden roepen. Team FIFA makker, kom maar naar beneden. En dat is onze eigen Swiffer, als die echt een shifter in ons hoofd is. Hallo, die wil je hoofdje niet, maar... nu wel. Ik zie hem staan. Hij staat er lekker in een Hallo. Swiffer, hoe is het, makker man? Ik ben echt gestrest. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik heb de relativiteitswet van Einstein geleerd, maar ik denk zelf dat dat nog te weinig is tegenover dit. Ja, er komen wel pittige vragen in deze quiz hoor, dat kunnen we niet ontkennen. Je hebt ook een waardige tegenstander, dus het wordt nog spannend. Ik heb hem al gezien en ik ben aan het beven. Aan de linkerkant hebben we natuurlijk iemand van het almachtige team Atlantic. Hij is al gesprongen, joh. Hij is al gesprongen. Hij kon het niet inhouden meer. Het is Jasper. Ik ben gewoon lekker rustig. Ik heb meer geleerd van gemiddelde toetsweektoetsen hier zo voor deze quiz natuurlijk. Er staat veel op het spel. Grote status kan je natuurlijk ook winnen, dus ik ben ready. Het zijn grote fans van deze aflevering, maar vertel nog even de regeltjes aan hen. Dan ga ik ondertussen even mijn weggetje maken naar de andere kant. Eerst gaan jullie steen op je schaarpotje doen natuurlijk, om te beslissen wie er gaat beginnen met de eerste vraag. En daarna gaan wij pas vragen stellen. En als je die vraag goed hebt, dan blijf je lekker knus staan op dat trapdoortje. Heb je een fout, dan komt Wilco zometeen en die map je naar beneden. En dan ben je één stapje dichterbij de dood. Ja, en ik weet uit ervaring dat in het lava vallen niet echt een pretje is. Dus zijn jullie er klaar voor, makkers? Swiffer, ben jij er klaar voor? Ik weet het niet. Dan gaan we het onderwerp verklappen van deze PlanetCraft Quiz Show. Vorige keer deden we een beetje over Team Goki en PlanetCraft in het algemeen. Uh-huh. Maar nu zijn alle vragen over PlanetCraft. Dus zullen we gewoon beginnen met steen, papier, schaar? Nou Max, we gaan straks inderdaad steen, papier, schaar doen. Ik tel zo meteen af van 3 naar 1. En dan gaan jullie allebei tegelijkertijd in de chat zeggen steen, papier of schaar. En dan hebben we winnaar. Dus 3, 2, 1, go! Papier, steen. Ja, papier is toch wel almachtig tegenover steen. Sorry Jasper, maar jij gaat moeten beginnen. Kom maar op. Oké, dan laten we gewoon lekker doorgaan met de eerste vraag. Oké, eentje gaat een beetje over de PlanetCraft Discord. Welk team zit namelijk bovenaan de lijst in de PlanetCraft Discord, Jasper? Is dat Team Aqua? Team Aqua? Ja, het staat op alfabetische volgorde, weet ik wel. Dat is alfabetische volgorde, dat klopt inderdaad. Maar ik moet je helaas vertellen dat het fout is. Het is... Team anders, het is... anders niveau. Nee, ook niet. Het is het alias van Team Goki. Team almachtige makkers. Swiffer, makker. Ja. Het is tijd voor jouw vraag. En ja, ik ga hem gewoon gelijk stellen. Wie heeft de meeste achievements gehaald? In PlanetCraft. True Day Gamer. Is dat juist, Wilco? Vertel het maar. Dat is helemaal correct, dus je mag lekker blijven staan. Dat is helemaal correct. Yes. Zullen we voor Jasper meteen doorgaan met nog een achievement vraag? Ja, dat is helemaal prima. Stel jij maar. Ja, misschien, Jasper is natuurlijk wel een beetje bekend op het vlak van PvP. Die heeft de meeste kills in-game. Delano Mario. Is dat correct, Wilco? Nou, hij zei het zo vlug, dus helemaal correct. Ja, hij weet het gewoon. Hij wist het inderdaad, helemaal goed. Het gaat lekker snel. Ja, dat wel. Dat hadden we. Swiffer, we gaan gelijk door lekker naar je volgende vraag. Ik ga het een leuk uitzoeken. Wat was de eerste naam van het team van Amber Charmin? Team... Oeh. Ik hoorde twijfel in zijn stem. Team Atlantiek.
Zal ik het vertellen, Wilco? Doe jij het maar. Dat is natuurlijk hartstikke fout. Ja, dus map hem naar beneden. Het is namelijk Team Foxist. Hoe wist je die niet, Zwiffer? Geen idee, is zo van zeer lang geleden. Het is wel een tijdje terug, inderdaad. Nou, dan gaan we lekker door met Jasper meteen. Welk land heeft een mega grote stenen stad? Mega grote stenen stad. Ja, ja. Zonder twijfel de grootste stenen stad die er is op Planet Craft. 5. Denk. 4. Saudi-Arabië. Arabland. Dat is Saudi-Arabië toch wat ze hebben? Ja, dat is inderdaad een land. Maar of het juiste antwoord. Weet jij het, Wilco, of zal ik het zeggen? Ik weet het, maar jij mag het zeggen. Ik ga vast lekker eentje naar beneden. Zal ik het zeggen? Ja, dat je eentje naar beneden gaat is wel handig natuurlijk, want het is hartstikke fout. Het is natuurlijk Oekraïne. Zwiffermakker. Oei oei. De vraag is nu voor jou, hè. Ik hoop dat je goed je hebt ingelezen. Maar welk land heeft de meeste NPC's? Ik zou zeggen India. Ja, dit is wel een gemeen vraagje. Ja, het is een instinkertje, hè. Het is Australië natuurlijk. Ja, het was Australië inderdaad. Ja. Australië heeft gewoon alle NPC's, man. En dan een stuk of 20 van allemaal bij elkaar, weet ik veel. En al kijk je naar het land naast Australië, had je het alsnog fout. Want dat zou volgens mij het team van Wonkru zijn. Met Amateur Man en Robin. En als ik het goed zeg, Washington. We hebben een beetje zitten tellen en toen kwamen Washington uit. Ja. Maar ze staan gelijk. Ik zie het, ja. Ja, allebei zijn ze echt al een stukje naar beneden gegaan. Het gaat sneller dan de vorige aflevering, als ik het zo zie. Betekent ook dat ik weer een trappetje omlaag ga. Ja. Anders kan ik ze niet naar beneden mappen. En dan is de vraag voor Jasper. En dan pak ik er gewoon eentje. Met welke currency kun je Antarctica kopen? Arctic Shards. Dat is helemaal correct. Je blijft lekker staan. Je blijft lekker staan. En we gaan meteen door naar Zwiffer. Welk land heeft de meeste leden erop staan? Oeh. Er is weer heel veel veranderd de laatste tijd. Dus ik ga een gokje moeten doen. Ik denk... Rusland 1. Miekeman. Ja, ik moet me toch echt teleurstellen. Want? Nou, het is fout. Het is fout? Het is namelijk Zweden van Team Mant. Daar stond een hele waslijst aan mensen op. Dat kan niet anders omdat de meeste mensen heeft op het land. Ik voel het warm worden aan mijn voetjes. Oh. Ja, snap ik. Ja. Je hebt nummer 2 naar beneden. Je bent dood. Het is wel een spannende. Ja, het gaat een beetje gelijk op. Zal ik Jasper gewoon een moeilijke vragen, omdat hij nog boven Zwiffer staat? Ja, en Jasper denkt dat alles zo makkelijk is, dus ga je gewoon. Hoe maak je een carved pumpkin? Met welke spullen? Een carved pumpkin? Mm-hmm. Ik denk dat je zo'n pumpkin, sowieso een pumpkin nodig hebt. Mm-hmm. En? Zo'n schroevendraaier. Ik weet even niet hoe dat heet in Planet Craft. Nee, oké, ik weet wat je bedoelt. Een schroevendraaier? Ja. Alleen die twee? Ja, ik ben nog even aan het denken, man. Ja, alleen die twee. Alleen die twee. Wilco, gaat hij naar beneden, ja of nee? Ik moet je helaas teleurstellen. Het is een pumpkin en een wooden shovel. Ja. Dat is het enige wat je nodig hebt. Oh. Dat is niet zo moeilijk als je denkt, dus. Maar, Zwiffer, werkt dat zweetbandje een beetje van je? Ik voel dat mijn zweep nu al verdampt wordt van de hitte van de lava. Ja, het is zo warm is het wel een beetje aan het worden, inderdaad. Nou, doe even een makkelijk vraagje, omdat het zo heet wordt. Ja, oké. En dan waren we bij... Bij mij. Ik moet het volgende vraagje antwoorden. Weet je zeker dat je wel wil, want het is wel een moeilijk vraagje. Toen toch moeilijk. Wie heeft Groenland gewonnen... Bij een giveaway. Ilona Gold. Nou, dat is makkelijk. Die is helemaal goed. Ja, redelijk snel antwoord had je, Zwiffer. Ja, zeker. Ik ga er ook niet omheen draaien als je het zo snel zegt. Nee. Dan gaan we naar Jasper. Voor Jasper ga ik alvast eentje omlaag. Niet om slecht teken uit te denken. Jasper, op welk land spande je vroeger in een Amerika-server als je doodging? Brazilië. Mika. Ja, jij bent vaak doodgegaan in Amerika-server. Jasper draait er ook niet omheen. Hij is natuurlijk hartstikke goed. Hij wist het meteen te antwoorden. Blijf van allebei staan. Dan gaan we door. En dan wil ik even een leuke vraag stellen aan Zwiffer. Is niet elke vraag leuk dan? Ja, maar deze is leuk. Zwiffer makker, man. Ja. Ja, maar... Hou jij een beetje van gear? Hangt er vanaf. Is het duur? Of het duur is? Nou, dat is gelijk de vraag aan jou.
Welk zwaard heeft de meeste waarde in de game? Demon Cursor. De Demon Cursor, weet je het zeker, er zijn veel zwaardjes, hè? Ja, maar ik denk toch dat dat één van de minst verkrijgbare is. Zal ik het verklappen, Wilco? Ja, zeg jij het maar. Je blijft lekker staan, makkerman. Er zijn mensen die vragen rond de 6000 credits voor één zo'n zwaardje. En dat is natuurlijk wel peperduur. Peperduur, dat zijn gewoon een landjes. Kan je ervan kopen. Ja, worden veel landjes. Een flink landje. Hey, maar nu we toch met de teamencursus bezig zijn, zal ik meteen de volgende vraag daarover stellen. Tuurlijk. Welk team had de allereerste teamencursus, Jasper? This goes way back. Ja. Dit is een goede anderhalf jaar terug, volgens mij. Ja, oprecht. Is het goed als ik ook een persoon noem? Want ik weet niet in welk team die in dat moment zat. Dat mag. Ik denk Vlaka. Jasper, dat is helemaal fout. Ja. Wilco, map hem maar naar beneden. Het was Team Rocky. Ik was het. Ik zag echt bij je neus, man. Oh, dat wist ik niet. Ik had het eerste lekkere teamencursertje. Ja, maar ik snap het wel. Het is zo heet onder zijn voetjes nu. Ja, hij begon een beetje stress aan het worden, volgens mij. Dat hij begon te spartelen, inderdaad. Jasper, je bent echt bijna dood, man. Yo! Yo, Wilco! Yo, spiffertje. Ja. Ik heb een fantastisch vraagje voor je. En zoals je weet zijn al mijn vragen beter dan de vragen van Mika. Oh. maar wat is het samen met dagbakken, man? Niet uit. Samen met... Dat weten ze niet. Swiffer, wat is het eerste land van Team Mand? Zweden. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij deze had geweten. Ja, hij ging ook wel heel snel voor, maar map hem maar meteen naar beneden, joh. Ik map je naar beneden. Het was Timor. Hij leek heel zelfverzekerd, maar die zelfverzekerheid mocht niet baten, inderdaad. Het was lekker Timor. Nou, Mika, ik moet gewoon naar beneden. En zelfs ik vind dit geen prettig plekje. Nee. Nee, eens per aflevering moet jij daar natuurlijk staan om iemand naar beneden te mappen. En het wordt heel spannend nu, want als Jasper de volgende vraag fout heeft, dan valt hij. Maar heeft Jasper hem goed en heeft Swiffer een fout? Ja, dan is het toch echt einde verhaal voor Swiffer. Jasper, makkerman. Ja. Je bent natuurlijk bijna dood. Zo. Fijn om te horen, ja, klopt. En het is jouw keuze. Wil je een makkelijk of een moeilijk vraagje? Nou, op dit moment heb ik liever een makkelijk eigenlijk. Ja, wel? Nou, oké, dan gaan we gewoon lekker voor makkelijk, hè. Dan gaan we voor vraag nummer 21. Noem drie teams die een custom prefix hebben. Team Arab, Team FIFA en Team Galaxy. Ja, heel vlotjes gedaan. Weet je ook het vierde team? Team Mand. Ja, je had ze allemaal. Helemaal goed. Je blijft lekker staan. Dat is helemaal goed, Jasper. Je hebt alle tier teams. Heb je goed. Tweede van de driehoekte. Swiffer, ik zie dat jij, net als Jasper, ook een beetje op rolpositie zit. Dus ik wil jij vragen, ben jij een beetje bekend met de roleplay van PlanetCraft? Beperkt. Ben jij bij de seizoensfinale van seizoen 1 geweest? Ik was bij de seizoensfinale van de Loer. Nou, dan moet je deze wel kunnen weten, denk ik. Zal ik hem gewoon vragen, Wilco? Stel jij de vraag maar. Misschien is hij een beetje pittig, maar Swiffer, ik heb er vertrouwen in dat jij dit weet. Oei. Noem de naam van één personage dat in de eerste seizoensfinale verdween. Ik ga... Het waren er moet twee. Moet ik hoeken. Het waren er twee. Ja, ik snap dat deze heel lastig is, Swiffer, maar we willen toch echt een antwoord. Ik gok Archimedes. Weet je het zeker? Wie zei je? Nee, Archimedes. Archimedes. Stel je voor dat je het fout hebt, Swiffer. Stel je alleen voor dat het fout is. Wat wil je nog zeggen tegen de kijkers? Het was mijn genoegen. Waardige tegenstander. En tot de volgende video. Welke video? Als je straks ben je dood, hè? Tot de volgende livestream. Dan ben je ook dood. Je bent er gewoon niet meer. Nee. Je stond met PlanetCraft. Je bent van de aardbodem verdwenen dan, hè, als je hierin valt. Kan ik nog slash spawn? Wilco, ga je het verklappen? Had hij het juist, of niet? Mika en ik moesten ook even goed in onze geschiedenisboekjes kijken. Wie er nou precies verdween. En we moesten eventueel, heel misschien moesten we ook even een hintje vragen bij de PL van PlanetCraft. Heel misschien. Heel misschien. Dus we weten zeker dat het antwoord goed is. In ieder geval wat wij hebben. Uh-huh. Maar, Swiffer. Wacht, ik moet even een draadje wegrollen. De twee knapen die van de aardbodem zijn verdwenen. Dat zijn Tyrmetus en
Odeon. En er komt nog één persoon bij nu, dus. Ja. En dan Swiffer. Spijt me, makker. Welkom. Miekeman. Trouwe fan. Daar gaan onze comments en onze support. Zou maar verdwenen. Ik leef nog. Oh ja! Oh, hey, ja! We winnen! We hebben een winnaar! Jasper! We hebben een winnaar! Gefeliciteerd! Dank je. Ik zal je gelijk... Ja, maar dit voelt toch wel als een grote overwinning. Jawel? Ja. Ja, een blijdschap alom, jongen. Ja, het leek even alsof je het niet meer ging redden, want je zat echt wel nauw bij die lava. Het laatste vraagje, je stond telkens één puntje achter volgens mij op Swiffer, die stond telkens eentje hoger dan jij. En toch, toch is het tij gekeerd en sta jij daar wel en hij niet. Ja. Ja, ik wil in ieder geval Swiffer wel even gewoon zeggen, dat was een goede tegenstander. Hij wist een paar vragen toch wel die ik niet had geweten. Uh-huh. Hij heeft goed gedaan, maar ja, uiteindelijk de beste winnen natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Hij was toch niet de beste. Nee. Nee, dus Wilco, ik denk dat wij lekker naar boven gaan, maar ik denk dat je een kissie mag uitkiezen. De vorige aflevering vonden wij zelf dat wij redelijk wat troep erin hadden zitten. Dus iets te veel van die rotte flash en zo en sticks en cobblestone. Dus we vonden ook een beetje lullig dat ons vorige winnaar naar huis ging met troep. Dus we hebben besloten om iets meer goede items in de kisten te doen. Dat ze iets meer kans hebben om iets leuks te winnen in plaats van alleen maar troep. Dus ik heb nu een paar dingen al laten zien aan de kijkers, wat die eventueel zou kunnen winnen. Elke aflevering veranderen we natuurlijk alles weer een beetje, wat in de kist zit. Dus Jasper... Zullen we lekker rennen? Ik zou zeggen, kies een kistje uit, makker man. Yes. Even kijken waar ik een goed gevoel bij heb natuurlijk. Ja, ik zou ook een beetje snuffelen. Welke ruikt lekker? Ja, jij ruikt ook wel lekker, maar... Ja, dat is waar, maar ik heb geen kistje, man. Oh. Je kan Mieke krijgen. Ik kan jou niet winnen? Nee. Oh, jammer, man. Ik ga voor dit kissie hier zo. Dat kissie. Zal ik even gluren wat erin zit? Ik ga ook gewoon lekker gluren. Ik weet niet of het is wat je wil hebben. Maar alles is het is in ieder geval geen doord. Het is geen doord, het is geen cobblestone, geen gravel. Het is wel een item wat je eventueel kan gebruiken. Ik pak hem uit de kist. Ik weet niet of je iets aan hebt, ik weet niet of die veel waard is. Maar het is een fire sword. Daar kan ik mensen lekker mee mappen. Ja, dat is waar. Je kan er mensen mee burnen. En hij is full durability, dus dat is mooi meegenomen, neem ik aan. Het past wel een beetje bij de sfeer waar je nu bent, hè? Bij de lava aan de vulkaan. Precies, ja. Ik voelde de hitte ook van die kist afkomen, dus ik dacht het voelde wel goed, maar het was dus blijkbaar zwaar. Ja. Het was te warm. Ja. Nou, Mieke, man, dat was het alweer, hè? Gewoon een lekkere aflevering. Ja, ik zie Jasper een beetje wegdalen op de achtergrond. Ik weet niet waar die man heen gaat. Ja, Jasper, kom er gezellig bij, joh. Kom maar, gezellig. Ik moet er wel bij staan, natuurlijk. Ja. Oh. Nou, Jasper, mooi, je hebt een lekker prijsje gekregen. Ja, gewoon een lekker zwaardje. Je bent officieel de tweede winnaar van de Planetcraft Quiz Show. Yes. Hoe voelt dat? Kijk, eerste winnaar is natuurlijk wel iets grotere eer, maar tweede ben ik absoluut niet minder blij mee. Leuk prijsje en vooral heel gezellig ook natuurlijk weer. Ja, het is wel een titel die je wil hebben in ieder geval. Ja. Precies, ik kan nu gewoon lekker over de server rondlopen en zeggen van hey, ik heb de Planetcraft Quiz Show gewonnen bij Team Goki, bij deze makkers. Ja, dat is gewoon status. Ja, dat is helemaal klopt. Ik wil Jasper natuurlijk bedanken voor zijn deelname aan deze levensgevaarlijke quiz. En ik hoop dat ergens de geest van Swiffer ook. Ja, die moeten we ook bedanken. Swiffertje, bedankt voor je deelname. Helaas heb jij niet kunnen winnen. Maar Mika, dan moeten we eigenlijk nog een paar dingetjes zeggen. Ja, aan jou de eer. Aan mij de eer? Ja. Nou, ben je nog niet gesubscribed? Dan zie je daaronder zo'n heel rood knopje. Wat je in kan drukken, er staat abonneren op. Het is echt gratis, ja, geloof me, het is gratis. Dan kan je er ook gelijk op een belletje drukken en dan krijg je als eerste het berichtje wanneer wij een nieuwe live gaan of een nieuwe video ploppen. Maar dat kan je natuurlijk ook zien op onze socials. Zwoelgevoel op Instagram en Zwoelg op Twitter. En voor de rest moet je nog een blauw duimpje doen. Jasper, vertel even waarom ze een blauw duimpje moeten doen. Gewoon omdat het een leuke video was en Zwoelgevoel eigenlijk alleen maar leuke filmpjes maakt, dus die verdienen gewoon een duimpje. Nou, dat is zeker waar, Mika. Dan gaan we lekker met z'n drieën naast elkaar staan. Als het goed is, weet Jasper ook wat ik moet zeggen als trouwe fan. Ja, ik neem aan van wel natuurlijk. Als je mee wilt hieraan, moet je dat wel weten, hè? Dan gaan we in 3, 2, 1.
En Toglo. Toglo. Toglo.